Ik ga ervan uit dat, dat er niet veel zal gebeuren. Want wij hebben nog nooit problemen gehad in het verleden. Maar deze man zit er flink naast. Burgemeester Wolsen sluit het eetcafé aan de Amsterdamse Straatweg voor minimaal een week. In het Utrechtse café lost een man afgelopen nacht meerdere schoten. Volgens voorbijgangers heb ik gehoord dat er iemand binnen is komen lopen. Ik kan niet zeggen of het een bekend is of niet. Maar die liep dus de rookruimte in en die begon om zich heen te schieten. Niemand raakt gewond, maar de politie houdt wel 14 man aan. Ik ben er wel van geschrokken, moet ik zeggen. Totaal onverwachts en al helemaal voor dit soort café. Want ik bedoel, we hebben geen alcoholisten, we hebben geen gokkers die hier dagelijks binnenkomen lopen om een potje te gokken of zo. Nee, echt gewoon puur mensen die komen om een uurtje even gezellig te kunnen doen met anderen en gezellig wat eten of wat soort dingen. Alle verdachten in de leeftijd van 16 tot 29 jaar uit Utrecht worden meegenomen naar het bureau. De politie onderzoekt nog waarom er is geschoten. Er gaan verhalen dat in het café voor grote bedragen wordt gegokt. Nee, dat is het zeker niet. Absoluut. Daar ben ik wel van overtuigd. Ik bedoel, wij zitten hier met een jaar of drie. En dat laten wij niet toe, dat soort dingen. Volgende week donderdag beslist de burgemeester of het café nog langer dicht blijft.